Ik wens u ook een hele goede avond. Goed om elkaar weer zo op deze manier te ontmoeten, tussen aanhalingstekens. Toen ik met Peber over het thema van deze lezing sprak, had het er zo over. U ziet de tekst ook even in het scherm. Dat je die periode tussen het Eerste, het Oude Testament, en het Tweede, het Nieuwe Testament, wat gebeurde daar eigenlijk? Als je kijkt naar de indeling van ons Oude Testament, dan eindigt dat met het boek Maleachi. En dan beginnen we in Matteüs met het jaar 1 van onze jaartelling. Daar zit dan tussen Maleachi en, laat ik zeggen, de geboorte van Jezus zo'n 500 jaar. Wat is er in die tijd gebeurd? Er waren geen profeten in die tijd die Gods woord doorgaven aan het volk. Er waren geen richters of andere leidinggevende figuren zoals we in het Oude Testament tegenkomen. Geen koningen meer over Israël. Wat gebeurde er toen in die periode? Zweeg God? Hoe heeft het Jodendom zich in die tijd ontwikkeld? Daar wil ik vanavond met u over nadenken. Onder de titel Tussen de Testamenten. En we gaan zo in vogelvlucht die periode van 500 jaar door. Nou ja, 500 jaar. Als we kijken naar de kanon, dus de indeling van het Oude en het Nieuwe Testament. U weet, de kanon, dat is de lijst met Bijbelboeken. Die is wat het Oude Testament betreft definitief vastgesteld ongeveer 100 na Christus, dus na de val van de tempel. Op een vergadering van de rabbijnen in Javne, in de buurt van het huidige Tel Aviv. Maar er was toen al een verzameling boeken, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. En die kwamen grotendeels overeen, maar die hadden ook onderling wat verschillen. Nou, daar moeten we eventjes wat nader naar kijken. Onze Bijbel, zeg maar, zoals wij die in onze vertalingen hebben, loopt dus van Genesis tot Maleachi. En het eindigt, die profetie van Maleachi, met een profetie van de dag des Heren, de oordeelsdag, waarin God zal richten over de aarde, over de volken. Maleachi profeteert van de komst van Elia, die die dag eigenlijk komt aankondigen. En in Israël de harten van de vaderen met de kinderen naar de kinderen zal brengen. Dus de generaties zal verzoenen. Maar kijken we nu naar de Hebreeuwse Bijbel. Dus de indeling zoals die ook uiteindelijk op die synode van Javne zijn beslag heeft gekregen. Maar die eigenlijk al voor de tijd van het Nieuwe Testament gangbaar was. U weet, in het Nieuwe Testament lezen we ook over de profeten, de Torah en de profeten, of de wet en de profeten. De Hebreeuwse Bijbel is in drie delen verdeeld. Het eerste is de Torah, de vijf boeken van Mozes. Daaromheen heb je de kring van de profeten, waar ook een aantal boeken bij horen die wij onder de historische boeken scharen, zoals bijvoorbeeld Samuel en Koningen. En dan daaromheen de kring van de geschriften. En dat zijn dan eigenlijk de boeken waarin de gelovige Israëliet antwoord geeft op de stem van God in de Torah en in de profeten. Psalmen horen erbij, de wijsheidsliteratuur. Ook een aantal historische boeken, maar het laatste boek van die geschriften is het boek Kronieken. En dat boek Kronieken, het tweede boek Kronieken, eindigt met een hele belangrijke tekst die ook wel het edict van Cyrus genoemd is. En dat edict van Cyrus, dat kennen we ook uit een opgraving in Perzië, waar een klein kleizegel, een cilinder eigenlijk, is gevonden. En die is gedateerd op het jaar 539 voor Christus, waarin Cyrus aan een heel aantal volken eigenlijk vrijheid verleent. En dat is ook in verband gebracht met wat we lezen in het slot van twee kronieken, en ik lees die tekst even met u. In het eerste jaar nu van Kores, Kores is eigenlijk een andere naam voor Cyrus. Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan.
ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem en laat hij optrekken. Dus de Hebreeuwse Bijbel eindigt met deze oproep van Kores, of deze toestemming van Kores aan de Joden om terug te gaan naar Jeruzalem en daar de stad en de tempel te herbouwen. En dan, om het even in de tijd te plaatsen, 539 voor Christus. We zitten dus nog ruim 5 eeuwen inderdaad voor de periode van het Nieuwe Testament. Maar ook alweer een aantal decennia na de profetie van Malachi. Dus de Hebreeuwse Bijbel gaat al ietsje verder in de geschiedenis. Ietsje verder door. Maar daarmee, met dat edict van Cyrus, van Kores, hebben we ook een belangrijk gegeven in de geschiedenis van Israël na de val van de twee rijken Israël en Juda te pakken. Vanaf dat moment, de val van Jeruzalem in 586 voor Christus door de Babyloniërs, vanaf dat moment zal Israël eigenlijk voor de grootste deel van zijn geschiedenis niet meer als zelfstandig koninkrijk, als zelfstandig rijk bestaan. Weliswaar hebben ze onder de Perzen en onder koning Cyrus een mate van vrijheid en van zelfbestuur, maar nooit helemaal onafhankelijk. En in die periode, de Perzen worden later weer afgewisseld door andere volken, daar komen we zo nog op terug, in die periode ontstaat dan ook die verwachting die al vanuit de profeten gevoed wordt van de komst van de Messias die Israël zal bevrijden, Jeruzalem zal herbouwen, zodat Israël weer in vrijheid in zijn land zal wonen. En profeten als Haggai en Zacharia die profeteren daarvan. De Joden keren terug uit ballingschap, maar ze laten het er eigenlijk een beetje bij zitten en Haggai en Zacharia moeten de teruggekeerde ballingen aansporen om die bouw van Jeruzalem en van de tempel ter hand te nemen. En dan ook, vooral bij Zacharia lezen we dat, grote dingen van God te gaan verwachten. De Heere ijvert met een grote ijver voor Sion. Hij is, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, in brandende passie voor Jeruzalem ontbrand. Wat vinden we nou in het Oude Testament, de kanon van het Oude Testament, houdt die echt op bij zeg maar 500 voor Christus? Of gaat de geschiedenis ook in de Bijbel nog door? Kunnen we wat dichter, kunnen we die periode tussen de twee testamenten nog wat meer invullen? Dan komen we bij die historische boeken terecht, die in de kring van de geschriften staan in de Hebreeuwse Tenach, die wij voor een deel onder de historische boeken scharen. Ezra en Nehemia bijvoorbeeld, dan zitten we alweer een halve eeuw verder in de geschiedenis. Midden 5e eeuw, dus 450 zo'n beetje, 460. Ook weer een fase in de terugkeer van de Joden vanuit het Perzische Rijk naar het land Israël. Een fase ook in de opbouw van Jeruzalem, waar Nehemia toestemming krijgt van de koning om daar aan het werk te gaan. En Ezra eigenlijk als schriftgeleerde verantwoordelijk is voor het geestelijke herstel van het volk. Ezra onderwijst de Tora, dagenlang, in de stromende regen zelfs lezen we. En de mensen sidderen niet zozeer vanwege de regen, maar vanwege de woorden van God die ze op dat moment weer helemaal tot zich laten doordringen. Daniël, een andere figuur uit diezelfde periode. Het boek Daniël bestrijkt eigenlijk een hele grote periode van de geschiedenis. De vroege gedeelte, zeg maar, over Daniël zelf in Babel. De wegvoering naar Nebukadnezar, dus 586 voor Christus. En dan is Daniël decennia lang daar aan dat Babylonische en Perzische hof. Maar in de latere hoofdstukken van Daniël zien we ook al hoe de
geschiedenis zich verder af gaat tekenen. We zien in die profetieën van Daniël, in die visioenen, de opkomst van Alexander de Grote en van zijn opvolgers. De Griekse koning, of Macedonische koning eigenlijk, Alexander de Grote, die in het eind van de 4e eeuw, 33 voor Christus, in een geweldige militaire veldtocht een enorm gebied veroverd van de Middellandse Zee tot aan India. Een enorm rijk opbouwt, de Perzen verslaat hij, onderwerpt hij eigenlijk. En dan 323 sterft hij plotseling en dan valt dat rijk eigenlijk uit elkaar onder zijn opvolgers. En dan valt het in 3 delen uit elkaar. En dat zie je eigenlijk zich aftekenen in die latere profetieën in het boek Daniël. Tot zelfs de strijd die de Maccabeeën later zullen voeren tegen de Grieken, daar komen we ook zo nog op terug. Dus eigenlijk bestrijkt dat boek Daniël een paar honderd jaar vanaf de afsluiting van het Oude Testament tot halverwege de 2e eeuw voor Christus. En dan hebben we het boek Esther, wat ook ergens in de 5e eeuw geplaatst moet worden. Bekende geschiedenis die met Purim gevierd wordt. Hoe de Joden ontkomen aan de moordaanslag van koning van Haman. In dat grote Perzische Rijk in de burcht Susan. Dus de Bijbel zegt, het Oude Testament zegt wel degelijk ook iets over die periode die na de directe afsluiting van de kanon ligt. Na 2 Kronieken en na Maleachi. Daarmee hebben we dus die eeuwen al wat nader ingevuld, zeg maar. Maar laten we eventjes in vogelvlucht zo de geschiedenis wat doorgaan. Een aantal hoogte- of dieptepunten. We kunnen uiteraard onmogelijk alles bespreken. Voor zover we ook daar bronnen van hebben van die 500 jaar. Maar even zo een paar eikpunten gaan we langs. Ik heb het al genoemd, 586 voor Christus. De val van Jeruzalem. Koning Nebukadnezar en de Babyloniërs onder zijn leiding nemen Jeruzalem in en verbranden de stad en in ieder geval de bovenlaag van de bevolking is voor een deel al in ballingschap mee naar Babel genomen en dan wordt de rest ook meegevoerd. En dan 70 jaar later, ook zoals Jeremia dat profeteerde, dan mag de wederopbouw van Jeruzalem weer beginnen, 530 tot 520 na Christus ongeveer. Maar al die tijd blijft, tot halverwege de 6e eeuw, blijft Jeruzalem en Israël onder de Babylonische overheersing, totdat de Perzen vanuit het oosten opkomen en dat Babylonische Rijk onder de voet lopen. Weet, dat wordt beschreven ook in Daniël. Een geweldige feest, een orgie zou je zeggen, van die koning Belsazar en dan die hand aan de muur, geteld, gewogen en te licht bevonden. Babel moet plaatsmaken voor Perzië, maar Jeruzalem, Israël, blijft onder vreemde overheersing. En dat blijft zo voor de komende 200 jaar, grofweg, totdat inderdaad in het westen, in dat Middellandse zeegebied, in Macedonië, Alexander de Grote opkomt. Die eerst alle verbrokkelde Griekse stadstaatjes onder zich weet te verenigen en dan een grote veldtocht begint om het Klein-Azië en het hele Midden-Oosten te gaan overmeesteren. En hij brengt dat Perzische Rijk ten val. En zoals gezegd, hij stoot door tot aan de grenzen van India, maar ook Egypte komt onder zijn heerschappij. Daar wordt de beroemde stad Alexandrië gesticht, genoemd uiteraard naar Alexander de Grote. Een centrum van cultuur, van wetenschap. En dat is ook tegelijk kenmerkend voor dat wat Alexander de Grote in die korte periode dat hij aan de macht is teweeg weet te brengen. Niet alleen een gigantische militaire politieke verovering, maar ook een hele
culturele omwenteling eigenlijk. In zijn rijk, waar dus Oost en West elkaar ontmoeten, de oude Babylonische en Persische wijsheid, de Griekse filosofie, daar ontstaat een nieuwe cultuur, een bruisend cultureel leven van beeldhouwkunst, literatuur, filosofie. En allemaal mogelijk gemaakt door die ene taal die Alexander de Grote in het hele gebied weet te verbreiden. Het Grieks, of althans niet meer het klassieke Grieks, maar een Grieks wat aangepast is eigenlijk. Het Koine Grieks, gemeenschappelijk gesproken Grieks betekent dat, waarin dan straks ook het Nieuwe Testament geschreven zal kunnen worden. En die taal die geeft dan ook, die door iedereen die een beetje mee wil tellen gesproken wordt, de taal geeft toegang tot, ja, tot de hogere klasse, om het zo maar te zeggen. En zoals gezegd, cultuur, wetenschap bloeien daar, filosofie, bibliotheek, kunst. Alles in een ongekende beweging. Dat rijk van Alexander de Grote, dat valt uiteen in drie kleinere rijken. Macedonië met Griekenland en een stukje van Klein-Azië, van het huidige Turkije. Egypte, waar dan de Ptolemeeën, nog nazaten van de farao's, aan de macht komen. In Klein-Azië en Syrië, Israël, het midden en het verder naar het oosten toe, dat komt onder het Griekse bestuur van de Seleuciden. En Israël is in de derde eeuw eigenlijk een speelbal tussen west en oost. Het ligt precies op het scheidingsgebied, het grensgebied van het Ptolemeërijk en het Seleucidenrijk. En dan kun je begrijpen dat Israël ook speelbal wordt, want in de wedijver tussen die twee rijken vinden daar juist de veldslagen plaats. En voor de derde eeuw is Israël dan onder, zeg maar, Egyptisch bestuur van de Ptolemeeën. Maar vanaf ongeveer 200 weten de Seleuciden vanuit het noordoosten de Egyptenaren terug te drijven. En nemen zij het bestuur over het land Israël over. En dat is weer belangrijk voor een ontwikkeling binnen het Jodendom en binnen Israël zelf. Want daar hebben we het bekende feest en verhaal van Chanukka aan te danken. Dat Seleucidische Rijk dat werd geregeerd door koningen die allemaal Antiochus heten. En die verschillende bijnamen hadden. Maar op een gegeven moment was er de vierde Antiochus die zichzelf de bijnaam Epiphanes gaf. En dat betekent eigenlijk een goddelijke verschijning of openbaring van de godheid. Antiochus die beschouwde zichzelf toch als een soort van goddelijke persoon of vergoddelijkte persoon. En zo wilde hij ook vereerd worden. Hij regeerde in het eerste kwart van de tweede eeuw voor Christus. En hij wilde in zijn rijk eenheid van cultuur brengen. Tot dan toe was dat Hellenistische Rijk. Hellenisme betekent eigenlijk gewoon in feite de Griekse taal en cultuur, maar dat was een mengeling, een multiculturele samenleving in feite. Antiochus Epiphanes wilde daar een eenheid van maken en degene die zich daar natuurlijk het meeste tegen verzetten waren de Joden met hun eigen regels en hun eigen geboden en hun eigen tempel en die ene God waar geen andere goden bij mochten. Dat was lastig. Dus hij vaardigde een aantal regels uit. Hij liet in de tempel in Jeruzalem een beeld van de Griekse oppergod Zeus plaatsen, waar hij varkensoffers volbracht. Hij begon eigenlijk met te verordenen dat zijn verjaardag gevierd moest worden en dat er elke maand voor hem als goddelijke koning een offer gebracht moest worden. Hij verbood de Torah. Hij verbood de besnijdenis. Nou, dat alles bij elkaar werd op een gegeven moment de Joden te gortig. En er was een groepje die dat allemaal maar liet gebeuren. Maar er was ook een groep, de Maccabeeën, een kleine priesterfamilie ergens in
het Judese binnenland, in Modiin. Die kwamen daar tegen in opstand. En die wisten een groot deel van het Joodse volk op dat moment in het land met zich mee te krijgen. En ze slaagden erin om die Griekse legers uit Jeruzalem te verdrijven en de stad te bevrijden en de tempel weer in te wijden. 165 voor Christus hebben we het dan over. Jeruzalem, of de tempel, wordt weer ontdaan van zijn heidense elementen, wordt dan ingewijd en daar hebben we nog altijd het feest van Chanukka aan te danken. Met die Maccabeeën, die een priesterfamilie waren, breekt er eigenlijk een nieuwe fase in de geschiedenis van Israël aan. Die Maccabeeën weten zich dan ook politiek onafhankelijk te maken van die Grieken, van het Griekse Rijk, het Seleucidische Rijk. En dan gebeurt het ook al gauw dat ze zichzelf het koningschap toe gaan eigenen. En dan krijg je eigenlijk die figuur van priester-koning, wat volgens de wetten van de Torah in feite niet mocht bestaan. Priesterschap is volgens de Torah een aparte taak voor de priesterstam, de Kohanim en de Levieten. Het koningschap volgens de Bijbel is toebedeeld aan David en zijn nageslacht. Maar de Maccabeeën verenigden die twee figuren in één en daarmee breekt de Hasmoneese periode aan. Het Hasmoneese, de Hasmoneën worden ze dan genoemd, Hasmonaïm, die dus die twee rollen, die twee functies in zich verenigen. Dat duurt ruim 100 jaar. En al gauw leidt dat tot allerlei verwikkelingen ook in Israël, want er zijn groepen die zich daartegen verzetten. En groepen die menen dat, of die vinden dat daarmee de tempeldienst ook gecorrumpeerd is. En die scheiden zich af. Het zij binnen Jeruzalem, het zij helemaal buiten Jeruzalem. Groepen van de Essenen ontstaan dan. En die gaan vestigen zich onder andere in de woestijn van Juda, in Qumran. En in de Qumran-rollen vinden we ook nog allerlei verwijzingen naar die strijd tussen de Hasmoneese koningen en de groep in Qumran. De strijd tussen de zonen van de duisternis en de zonen van het licht wordt dat in een van die rollen genoemd. En zo vroom en orthodox, zal ik maar zeggen, als de Maccabeeën begonnen, zo zou ik zeggen goddeloos eindigen de Hasmoneeën. Met allerlei intriges en verwikkelingen enzovoort, machtspolitiek. Koningen die, zoons die tegen hun vaders opstaan. Prinsen die de macht proberen te grijpen. Het is een verhaal van, nou bijna een soort van, hoe noem je zoiets? Een soap, zo zou je het kunnen noemen. Maar dat leidt er uiteindelijk toe dat in 63 voor Christus een van die figuren die probeert de troon in Jeruzalem te bemachtigen, de hulp van de Romeinen inroept om de zittende koning te verdrijven. En dan de Romeinen komen onder leiding van generaal Pompeius. En Pompeius die neemt zijn kans waar en zet eigenlijk de heersende klasse aan de kant en vestigt dan in 63 voor Christus de Romeinse overheersing over het land Israël. De Romeinen zullen uiteindelijk koning Herodes aanstellen in Jeruzalem, ook overige delen van het land te verdelen onder de Herodianen. En in de periode van het Nieuwe Testament gaat dat nog door, maar we beperken ons even tot het jaar. We stoppen bij het jaar 1, zal ik maar zeggen. Zo is de situatie net voordat de Heer Jezus geboren wordt. Het Hellenisme. Ik heb er al iets van gezegd. Vat het nog eventjes samen. Eigenlijk is het al voorbereid in het Perzische Rijk, want het Perzische Rijk verenigde allerlei culturen en godsdiensten die allemaal toch min of meer hun eigen plek konden hebben. Waaronder ook
de Israëlitische godsdienst. Koning Cyrus, Kores, gaf toestemming om de tempel in Jeruzalem te herbouwen en daar de tempeldienst ook aan de ene God weer te herstellen. Maar je ziet dan natuurlijk ook dat, en zeker in die periode van Alexander de Grote, gaat er nog veel meer gebeuren doordat die gemeenschappelijke taal overal ingang vindt. Dat Oost en West elkaar gaan beïnvloeden en dat er allerlei vermenging ontstaat. De Griekse afgodendienst, zeg maar, neemt Oosterse elementen over en omgekeerd. En eigenlijk ontstaat er dan één grote heidense godsdienst waar al die verschillende oude goden hun plekje hebben. En te midden van die grote mengelmoes is er dat ene kleine volkje met die stad, met die tempel, Jeruzalem, die dan voor de ene God opkomt. Maar ook daar, ook in het land Israël, wordt dat Koine Grieks een van de belangrijkste gemeenschappelijke talen. Naast het Aramees, wat de taal was van het Perzische en Babylonische Rijk. En door die taal ontstaat er ook eigenlijk een nieuwe elite. Nieuwe elite van cosmopolitische bestuurders, zou je kunnen zeggen. Cosmopolitische wetenschappers, kunstenaars, ik heb het allemaal al genoemd. Een enorme culturele beweging. Maar dan zie je dus ook dat er bijna onherroepelijk ook een kloof begint ontstaan. Als we ons beperken tot inderdaad de situatie van het volk Israël, dan zie je dat daar die bovenlaag is die met zijn taal integreert in dat grote geheel van die Hellenistische cultuur. Maar dat tegelijk op allerlei plaatsen buiten Jeruzalem, tot ver in dat Perzische en later Hellenistische Rijk, dat daar rondom de Tora en de synagogen Joodse gemeenten ontstaan. De Joden verenigen zich rondom de Tora en de synagogen. En dat is ook, om een verhaal van 2500 jaar kort te maken, dat is ook waardoor het Joodse volk tot vandaag de dag is blijven bestaan. Die Hellenistische cultuur kenmerkte zich ook door het ontstaan van allerlei filosofische richtingen. Ik heb even filosofisch tussen aanhalingstekens gezet, omdat we dan niet alleen moeten denken aan de bekende klassieke stromingen van het Platonisme en het Epicurisme en de Stoa enzovoort. Maar dat ook, zou je kunnen zeggen, stromingen die binnen het Jodendom ontstonden, zoals de Farizeeën. Eigenlijk is dat, heeft de Joodse geleerde David Neusner gezegd. Eigenlijk is dat Jacob Neusner moet ik zeggen. Die zei, eigenlijk is dat ontstaan van het fariseïsme als een stroming binnen het Jodendom een Hellenistisch gegeven. Zoals dat in die hele wereld gebeurde, dat er stromingen, scholen ontstonden, zo gebeurde dat in het klein dus ook binnen de Joodse gemeenschap. En vandaar dat maar, omdat dat helemaal gericht is op natuurlijk de Torah en de toepassing daarvan, heb ik daarom filosofisch even tussen aanhalingstekens gezet. Maar hoe vond dan die geestelijke ontwikkeling plaats? Die is er dan ook geweest binnen die grote cultuur. Je zou dat heel kort kunnen samenvatten in twee kernwoorden: tempel tegenover eschatologie. En dat zie je zich eigenlijk aftekenen al in de latere boeken van de Bijbel. Wordt nog sterker in de periode daarna. De tempel staat dan voor conservatisme en consolidering. Voor de priesters en de tempeldienst was het van belang dat de tempeldienst bleef draaien, laat ik het zo maar even zeggen. Dat de dagelijkse offerdienst doorging. Dat dat hele systeem functioneerde. Heel kort samengevat werd dat eigenlijk gezien als de garantie ook voor het voortbestaan van het volk en het land. En we moesten het maar zoveel mogelijk houden zoals het was en vanuit deze conservatieve houding ook een soort van
status quo zien te vinden met de bestuurders van het land, de vreemde bestuurders. Daartegenover staat de eschatologie, die later uitmondt in de apocalyptiek, die een hele sterke verwachting van het koninkrijk van God had, van de doorbraak van Gods koninkrijk. Het eind van Zacharia leest, die terugkeer van de Joden en de herbouw van de tempel, riep eigenlijk de verwachting op van, ja, van een definitief herstel, van een definitieve doorbraak van Gods heerschappij. En die verwachting, die wordt alleen maar sterker naarmate de eeuwen daarna de overheersing door vreemde mogendheden door blijft gaan. Die verwachting blijft altijd levend en is een soort van, ja, een soort van innerlijk verzet, zou je kunnen zeggen, tegen die vreemde heidense overheersing. Uiteindelijk zal Gods rijk doorbreken, zal het Messiaanse rijk hersteld worden en de verwachting van een goddelijke Messias wordt dan ook in die periode steeds sterker. Daarvoor liggen natuurlijk de eerste aanzetten al in de profeten, maar dat wordt in die periode daarna nog veel, veel uitgebreider geformuleerd. In de Bijbel zie je dat in de boeken Daniël en Zacharia. Maar je ziet dat ook, vooral ook die apocalyptiek, van die doorbraak van Gods koninkrijk, waar in één klap een eind gemaakt wordt aan alle bestaande rijken en aan de bestaande orde. Dat zie je nog veel meer eigenlijk in de zogeheten apocryfe en pseudepigrafische boeken. Dus boeken die niet tot de kanon behoren, maar die wel op een of andere manier het geloofsleven, het geestelijke leven van het volk Israël in die tijd tot uitdrukking brengen. En de grootste is misschien het eerste boek Henoch. Niet geschreven door Henoch, maar wel genoemd naar Henoch uit het Oude Testament. En een ander boek is het boek Jubileeën. Allebei zo'n beetje uit het, worden ze gedateerd in het midden van de tweede eeuw. In die boeken vind je veel over de engelenwereld, over de geestelijke wereld, over, laat ik het maar in onze termen zeggen, geestelijke strijd. Maar dus ook een hele sterke verwachting van die doorbraak van het Rijk van God en een einde aan alle aardse machten. Henoch, vooral de apocalyptiek ook, het boek Jubileeën, is een, in feite een soort van hervertelling van Genesis en Exodus aan de hand van jubileeën, dat zijn periodes van 7 jaar. Zo wordt de hele geschiedenis ingedeeld en wordt er toegewerkt naar dat einde. Maar in die boeken vind je ook die apocryfe boeken, uitingen van vroomheid en van geloofsmoed, zoals de boeken Judith en Tobit, die dan in onze kerken, de westerse kerken, bij de apocryfe, of als je Rooms-Katholiek bent, deuterocanonieke boeken gerekend worden. Judith en Tobit kun je ook vinden in de Nieuwe Bijbelvertaling. Henoch en Jubileeën komen alleen voor in de kanon van de Ethiopische kerk, maar zijn in de Oosterse, Orthodoxe en Rooms-Katholieke en Westerse kerken nooit, hebben nooit hun plaats. Henoch wel in de Slavische kerk. Hoe dat kan, dat laten we nu even buiten beschouwing. Voor een belangrijk deel wordt ook nog de traditie van het Oude Testament voortgezet, niet alleen in de apocalyptiek, maar ook in de wijsheid. Een bekendste, misschien ook wel mooiste boek is de wijsheid van Jezus Sirach. Jezus was eigenlijk ook een hele gangbare naam in die tijd, Yeshua in het Hebreeuws. En Yeshua ben Sira, Jezus de zoon van Sira. Op zijn Grieks werd dat Sirach. Is een belangrijk boek onder die apocryfe of deuterocanonieke boeken. Ook mooi om te lezen. Sluit heel dicht aan bij Spreuken en ook wel bij Prediker. Wat een opvallende trek in die tijd is, dat je een steeds grotere afstand eigenlijk ziet tussen de hemel en de aarde. Is het besef dat toch de hemel steeds verder weg raakt. Dat God abstracter wordt. En dan komt er een hele engelenwereld tussen om daarin te bemiddelen.
boek Henoch, maar ook wel de andere boeken. Vooral Henoch heeft een hele uitgebreide engelenleer. Van engelen die op allerlei momenten in het leven en in de wereld van invloed zijn. Daarnaast, want het zijn toch eigenlijk verschillende sporen die we nu aanwijzen. Daarnaast ontstaat, is er dan de synagoge, die in die periode een steeds sterker instituut wordt. Waar de Torah in het middelpunt staat, bestudeerd en doorgegeven wordt. Vanuit het uitgangspunt dat Gods woord tijdloos is. En eigenlijk boven alle tijd staat. In de synagoge, in de studie van de Torah, is er een soort van balans tussen het conservatisme van de tempel en de eschatologie van de pseudepigrafische literatuur, van de apocalyptiek. Een balans om te midden van al dat gewoel van de tijd je leven als Jood te leven, trouw aan God en in de verwachting van zijn koninkrijk, maar zonder al te veel excessen. En zo zie je dan verschillende stromingen in die periode ontstaan, die we ook uit het Nieuwe Testament nog kennen. De Sadduceeën, de tempelelite zou je kunnen zeggen, dat waren meest de priesters die daarbij behoorden, die over het algemeen zich toch wel sterk associeerden met de vreemde overheersing, de Griekse en later Romeinse overheersing, en die cultuur voor een groot deel overnamen. Sadduceeën die, wat het Jodendom betreft, alleen de Torah accepteerden en de profeten en de mondelinge traditie afwezen. Dat wil zeggen, ze hadden zelf ook wel een mondelinge traditie, maar zij concentreerden zich toch het liefst op de letterlijke Torah. En daardoor, zo lezen we dat ook in het Nieuwe Testament, wezen ze de opstanding van de doden af en geloofden ze ook niet in engelen. De Essenen heb ik al genoemd, die als een afgezonderde gemeenschap was ontstaan in verzet tegen die revolutie van de Hasmoneeën. En dan daarnaast vanuit de synagoge en vanuit het volk, de Farizeeën, schriftgeleerden die de Torah bestudeerden, de mondelinge traditie doorgaven en het volk, heel het volk, tot een status van priesters wilden verheffen. En zo Israël, te midden van de bezetting, niet door middel van geweld of van opstand, maar door middel van leven naar de Torah in stand wilde houden, in afwachting van de uiteindelijke bevrijding met de komst van de Messias. Maar toen de Romeinen het land binnenvielen, toen ontstonden er ook groepen die dan die komst van de Messias wel een handje wilden helpen. Een gewapend handje wilde helpen. De zeloten, de ijveraars, betekent dat woord, ontstonden als groepen verzetstrijders. En ook die vinden we in het Nieuwe Testament nog terug. De zelotische ijver, overijver, zal uiteindelijk in 70 na Christus leiden tot de val van de Tweede Tempel en de verwoesting door de Romeinen. En het begin eigenlijk van de Romeinse ballingschap. En naast die vier die we kennen, is er ook nog een vijfde te noemen, die in de rabbijnse literatuur de Chassidim Rishonim, de eerste Chassidim, genoemd wordt. Een beweging van mensen die zich strikt aan de Torah hielden en zelfs nog een stap verder wilden gaan dan de letterlijke vervulling van het gebod, of een paar stappen verder. En die tegelijk, zou je kunnen zeggen, een soort van charismatici waren. Waar ook wonderen over verteld worden, genezingen of gebeden om regen die verhoord worden. Chassidim, getrouwen, vromen, zo worden ze genoemd. Trouw aan de Torah, strikte trouw aan de Torah, streng voor zichzelf, mild voor anderen en charismatisch. Voor een deel vielen die samen met de Farizeeën en de vroege rabbijnen. Voor een deel was er ook spanning tussen die twee, omdat
de chassidim toch ook alweer de neiging hadden om zich niet zoveel van het rabbijnse establishment, voor zover dat bestond, aan te trekken. Maar wel een hele interessante groep waar we helaas eigenlijk toch ook weer niet zo heel veel informatie over hebben. Maar die moeten we toch zien ook als een van de belangrijke achtergronden van het Nieuwe Testament en het ontstaan van de gemeente rondom de Heer Jezus. Nog even iets over de mondelinge leer en dan heb ik het over de rabbijnse traditie, die ook in die periode zich begon te ontwikkelen. In de Mishnah, dus waar de rabbijnse regels op schrift zijn gesteld, eind van de tweede eeuw na Christus, daar wordt gezegd: Mozes ontving de Torah van de Sinaï en leverde haar over aan Jozua, en Jozua aan de oudste en de oudste aan de profeten. En de profeten leverden haar over aan de mannen van de grote vergadering. En dan zijn we eigenlijk in de tijd van Ezra terechtgekomen. En die mannen van de grote vergadering, die dus na de ballingschap het leven, volksleven weer vorm wilden geven, zeiden drie dingen. Wees geduldig in het recht. Dus gebalanceerd, genuanceerd en mild. Maak veel discipelen en maak een omheining rond de Torah. En die omheining rond de Torah, dat is eigenlijk het hele stelsel van uitleg, van geboden, van verboden, die eigenlijk nog een stapje verder gaan dan het pure gebod, om dat gebod in feite te beschermen. Of ook om de diepere zin van een gebod tot uiting te brengen, zoals de Heer Jezus dat doet in de bergrede. Een omheining rond de Torah. En de fariseeën, van wie deze tekst eigenlijk is, die zien zichzelf in een rechte lijn van af de Sinaï tot aan het moment dat zij leven. Waar zij niet alleen de geschreven Torah doorgeven, maar ook de mondelinge Torah, die mondeling dus onderwezen werd, die mondelinge uitleg. Een keten van overleveringen vanaf de Sinaï tot aan Hillel en Shammai. En dan hebben we het over het eind van de eerste eeuw voor Christus, begin van de eerste eeuw na Christus. De twee grote scholen binnen het fariseïsme. Hillel meestal de mildere, Shammai meestal de strengere school. En als we nou in het Nieuwe Testament lezen over confrontaties of discussies tussen Jezus en de fariseeën, moeten we ons altijd bedenken dat er die twee scholen waren die ook onderling altijd met elkaar in debat waren en soms in fel debat met elkaar waren verwikkeld. Een van de belangrijkste uit de eerste eeuw, kleinzoon van Hillel, was Gamaliel, die ook in Handelingen genoemd wordt, bij wie Paulus gestudeerd heeft. En na hem kwam Jochanan ben Zakkai, die bij de verwoesting van de tempel de stad uitgesmokkeld werd en toen bij de Romeinen gedaan wist te krijgen dat hij in Javne een school mocht oprichten, een rabbijnenschool zeg maar, om het Jodendom ook na de val van de tempel weer vorm te geven. En dat gaat dan zo door. Ik noem nog even één grote naam, Rabbi Akiva, begin van de tweede eeuw, die een hele grote rol heeft gespeeld in de vorming van het rabbijnse Jodendom tot aan de Mishnah, eind van de tweede eeuw. En dan tenslotte de vraag waarmee we eigenlijk ook begonnen. Als we nou heel die periode overzien van vanaf de verwoesting van de eerste tempel tot aan de verwoesting van de tweede tempel, of iets korter, vanaf de terugkeer van de Joden na die verwoesting van de eerste tempel tot aan de komst van de Heer Jezus, zweeg God in die periode? Was er geen openbaring? De kanon was in feite al afgesloten. Al halverwege de tweede eeuw voor Christus had de kanon al min of meer de vorm gekregen die pas 250 jaar later geaccepteerd werd. En er wordt in ieder geval in het Jodendom gezegd, in die periode was er geen profetie meer, niet meer zoals die er in het Oude Testament was. Daar waren de fariseeën heel sterk van doordrongen. Die profetie was er niet meer. Er was alleen nog de bat kol. Dochter van de stem betekent dat letterlijk. En dat is
stem uit de hemel waarvan op aarde dan af en toe nog de echo gehoord werd. En daar vind je verhalen van in de rabbijnse literatuur. Directe profetie, daarvan zei het Jodendom, ging het Jodendom zeggen, dat was eigenlijk voorbehouden aan die periode van de eerste tempel tot aan Zacharia en Malachi. We hebben gezien, engelen gingen steeds meer ervaren worden als bemiddelende wezens. En dat zien we natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, dat engelen boodschappen brengen. Daarnaast kwam er in de rabbijnse uitleg van de Bijbel steeds meer, en ook in literatuur daaromheen, steeds meer nadruk op het woord. Dat niet alleen opgeschreven is en uitgesproken, maar dat ook als het ware een soort hemelse gestalte werd. De logos in het Grieks of memra in het Aramees. En dat vinden we terug in wat Johannes zegt in zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden. De farizeeën, latere rabbijnen, concentreerden zich op de Torah. Die zeiden, verwezen naar Deuteronomium 30, het is niet in de hemel, de Torah is ons in handen gegeven om nu ons leven met God vorm te geven. We hebben eigenlijk die profetie niet meer nodig. De Torah, dat is in feite dat woord dat in onze handen is en dat in ons leven gestalte moet krijgen. Dus dat is een hele, misschien een hele andere kant. Tegelijk, wat ik al geprobeerd heb aan te geven, de kant waardoor God toch ook de eeuwen door, tot op de dag van vandaag, zijn volk bewaard heeft. God spreekt, zegt het rabbijnse Jodendom, door middel van zijn woord. Daar hebben we geen manifestaties eigenlijk meer bij nodig. We hebben de openbaring van zijn woord en het gezag wat hij ons gegeven heeft daarmee. En dan kan er ook gezegd worden, waar twee samen leren, daar verblijft de Shechina. Daar is God bij aanwezig. Ja, nog eenmaal de vraag, zweeg God? Natuurlijk hebben altijd mensen ook gewoon heel persoonlijk de relatie met God ervaren. Ik noemde al die chassidim, die zijn er in de rabbijnse literatuur de verpersoonlijking van, maar ze waren geen eenlingen. In het Nieuwe Testament komen mensen tegen als Simeon en Anna. Mensen die in een hele persoonlijke relatie met God leefden en die Gods stem op een of andere manier wisten te verstaan. De vleeswording van het woord, het definitieve spreken van God, om het ook met de brief aan de Hebreeën te zeggen, wordt dan de definitieve openbaring, komt in de komst van de Zoon, de Heer Jezus Christus, die het woord is, dat is vlees geworden. Goed, we hebben in vogelvlucht een overzicht over de geschiedenis gehad. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest en dat het niet te ingewikkeld was. Ik heb natuurlijk een heleboel niet kunnen noemen. Als er vragen zijn, dan kunt u ze via de mail stellen. De PowerPoint die is ook beschikbaar. Als het goed is, dat was altijd in ieder geval via www.cvi.nl/presentatie of download. Presentatie. En anders stuurt u maar een mailtje naar info of naar mijzelf, kadevreugd@cvi.nl. Ik dank u voor uw aandacht en ik wil graag ook deze lezing en deze avond afsluiten met gebed. Laten we bidden. Heere God, God van Israël. Als we zo de geschiedenis overzien, dan zijn we allereerst verwonderd hoe u door alle omstandigheden heen, van ballingschap, wegvoering, van vreemde overheersing en vandaag de dag ook van terugkeer, uw volk niet hebt losgelaten. Dat u uw volk hebt vastgehouden door uw woord, de Torah. Dat u zelf als een muur rondom hen geweest bent en met hen ook, ja, met hen ook in het lijden van de ballingschap geweest bent. We prijzen u om uw grote trouw, die we ook in deze periode
door de geschiedenis heen mogen zien. En we danken u dat we zo ook hebben mogen zien dat u doorgaat, dat u ook in de komst van uw Zoon, Heer Jezus Christus, uw volk Israël niet hebt losgelaten, maar dat u nog steeds uw volk vasthoudt. En dat u alles wat u beloofd hebt in de profeet ook zult waarmaken. Dat is bevestigd in zijn komst. En dat zal tot volledige vervulling komen als hij komt in heerlijkheid. En te midden van al het gewoel van deze tijd, van alles wat we horen over oorlogen, geruchten van oorlogen, oorlog in Oekraïne, oorlog in andere delen van de wereld, van een schepping die in beroering is, de natuur, aardbeving in Turkije, Syrië, natuurgeweld waar we alleen maar verslagen bij zijn, te midden van dit alles, zien we dat u uw volk thuis brengt en dat u bezig bent om alles op zijn plaats te zetten voor de komst van, ja, van het einde, van uw rijk. En zo bidden we u, bouw Jeruzalem uw stad spoedig en in onze dagen, als de stad waar u zult wonen bij de mensen. En kom met uw koninkrijk door de komst van de Heer Jezus Christus. Tot lof en eer van uw heilige naam. Amen. De medewerkers van magazijnvanisraelwinkel.nl zijn druk bezig om alle online bestellingen zo snel mogelijk de deur uit te werken. En u kunt ook bestellen op israelwinkel.nl. Kunt u de mooiste en lekkerste producten uit Israël bestellen. Ik ga even helpen inpakken. Ik zie uw bestelling graag tegemoet. Onze mensen staan voor u klaar om uw bestelling naar u toe te sturen. Ons assortiment met Israël-producten is gigantisch. We verkopen handdoeken, kruiden, witte wijn, rode wijn, rosé, kandelaars, jam, granola, thee, koffiebonen, sieraden, horloges, zooltjes, huidverzorging, zeep en nog veel meer. Genoeg reden dus om te kijken en te bestellen op israelwinkel.nl.